hoe ben je de afgelopen maanden doorgekomen en hoe ga je vanaf vandaag weer starten? Nou, hoe ik er doorgekomen ben, dat is heel veel zitten op mijn billen en veel gefietst. Want we hebben gelukkig mooi weer gehad. Lekker door de sneeuw gelopen. En voor de rest me heel erg verveeld, want mijn handen jeukten om weer te gaan beginnen. Carolien, goed nieuws afgelopen dinsdag bij de persconferentie. Hoe voel je je en hoe gaat het? Ja, te gek natuurlijk. Ben je er helemaal klaar voor? Ja, woensdag beloofde heel veel drukte, heel veel gekkenhuis. En ja, heerlijk. Dat is ook echt de bedoeling. Kijk, we hebben natuurlijk een heel naar pakket gezeten. En nu mogen we woensdag eindelijk open, eindelijk doen waar ons hart ligt. En dat is gewoon heerlijk. Weet je, je zit daar al maanden op te wachten en nu werd de startsein gegeven. Bestellingen zijn gemaakt en we zijn helemaal klaar. Uitgepakt vandaag, we zijn er klaar voor. De persconferentie afgelopen dinsdag, dat heeft voor jou geen goed nieuws gebracht? Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Het is nu wel jammer dat we weer eigenlijk een verbod krijgen. Ja, opgelucht. Okay. Opgelucht dat we in ieder geval de vrijheid gekregen hebben van onze regering en het RIVM om te laten zien dat we inderdaad veilig kunnen werken. Vandaag is het eigenlijk non-stop afspraken inplannen, mensen telefonisch te woord staan, maar ook via WhatsApp, e-mails, Instagram, Facebook. Ja, op alle vlakken zijn we te bereiken en op alle vlakken moet antwoord gegeven worden. Je bent er klaar voor woensdag. En hoe vol staat de agenda? En dit is heel vervelend. Dat vinden we denk ik allemaal, dat je in de buitenlucht kan je best wel een hoop dingen doen en creëren. Ik denk op 1,5 meter afstand kan je heel goed je terras draaien. We hebben natuurlijk een beroep wat sowieso altijd 1 op 1 is. Dus we zijn non-stop bezig, dat is heerlijk. Ja. De klanten weten ons nog te vinden en we zijn denk ik de eerste 1,5 week echt vol. En dan, daarna hebben we nog wel hier en daar een plaatsje. Als je dan ziet wat voor evenementen er zijn en als je ziet dat je met zoveel mensen in het Vondelpark loopt. Toen ik ze opnieuw in ging delen in de agenda, kreeg ik van iedereen te horen van het wordt wel eens tijd, want ik heb opeens een snor die ik nooit gehad heb en mijn wenkbrauwen hangen voor mijn ogen. Dus iedereen die wil weer heel graag aan de gang. Dat geldt niet alleen voor buiten, maar dat geldt ook in het afgelopen jaar voor binnen. Ja. En daar heb ik wel erg veel moeite mee en dat begint wel al meer pijn te doen. Hoop als ik mijn injectie gehad heb, dat ik eind van de zomer dan eigenlijk weer eens op vakantie kan. Want door allerlei omstandigheden ben ik al 3 jaar niet op vakantie geweest. Oh, en dat kan je aan me zien. Nou, ik hoop het ook voor jou. Ja. Wat is je verwachting? Wanneer denk je weer invulling te kunnen geven aan de horeca buiten? Ja, nou, ik denk dat er toch wel bepaalde mensen zijn die positief zijn. En normaal ben ik ook een positief mens. Maar ik denk zelf, ja, dat de overheid gaat zeggen, we gaan 1 juni weer alle horeca opengooien.